met de replay van de Europa Cup wedstrijd van vorig jaar. En daar is een verschrikkelijk harde dunk van Wallace Bryant van de Italiaanse ploeg Porto Cantu. 2-0 tegen partijen Maccabi Tel Aviv. De grote trotse vereniging uit Israël. Twee keer hebben zij de Europa Cup al gewonnen. Hier is Olsi Perry voor de Israëli. Bryant voor zijn rebound. En de Italianen, Europa Cup winnaars dus, in die verleden finale. Het was toen 86-80 overigens in de finale die in Keulen werd gespeeld. Het is lekker vol vanavond hier in Den Bosch. De organisatoren van dit toernooi hebben geleerd van de eerste dagen. De toegangsprijzen zijn beduidend gezakt, van 25 gulden naar 10 gulden. En nu hopen ze dat er nog wat van komt van dit toernooi. Het applaus hebben de spelers in ieder geval al mee. 2-2, Louis Silver. Jack Timmerman, Mordechai Aruesti. Twee kleine mannen, mooi gespeeld. Williams en Bryant in de blok. Dat overkomt Williams ook niet te vaak. Nou wil hij de bal terug hebben. Barry Vieira op assist van Maserati. Prima. Zimmerman, Williams, goed gespeeld. Berkovic. Ja, zo hoort het. 18-18. Ryan, bam! Het wordt afgekeurd, maar de beweging was schitterend. Het wordt afgekeurd omdat zijn ploeggenoot Barry Vieira hinderlijk in de weg liep. Maar wat een dunk. 3 punten voorsprong voor Cantu. Roll Williams. En daar is Jack Timmerman. Maserati, wat een paas. Wat een paas. Split vision tot en met. Boza scoort, maar de assist was oh zo mooi. Silver, Lassoff en hier is die Earl van Tel Aviv, zoals hij zichzelf noemt, heel bescheiden. Er wordt toch goed gerebound door die Boza. Maserati, dan kan je die versnelling. Hopla! En hier komt Earl Williams. En ik word een beste. Earl Williams, 33-32. Earl Williams voor 1 vrijworp. 37 voor Maccabi, 43 voor Cantu. En dan staat een 2-2-1 zone press. En die is bedoeld om de laatste aanval van de Italianen, om die flink lastig te maken. Oeh, Cattini, ja dat doe je zelf. Ja, kijk. Dus heeft die aanval van de Italianen geen zin. Maar Maserati voor zijn 4e interceptie. En daar, als die zit, is die schitterend. Maar dan spelen ze het net niet cool genoeg. 23 seconden nog voor de Italianen. De pressingverdediging leek te werken. Maar ineens was daar weer dat duveltje in een dosie. Of uit een dosie. Pierluigi Maserati. De klok tikt in zijn voordeel. Zijn ploeg staat voor. 7 seconden nog. 43, 37. Prachtig paas. Riva. Onderlangs. Mis. Bryant. Mis. Riva. Raken. We gaan rusten. Met een voordelige score voor de Italianen van 8 punten, 45 tegen 37 in een prima eerste helft. Aruesti. Berkovic. Williams vroeg de bal. Berkovic speelt niet goed. Lang op Riva. Hij is echt zo sterk. Kijk eens. Hij... Met zijn spieren. Oh, ja. Williams kan dat ook. Perry. Mooi gespeeld. Mooi gespeeld. Als die erin gaat, dan is het helemaal mooi. Ja, Bryant bekijkt zich en Perry corrigeert het misgeschoten schot van Mickey Berkovic. Maserati. Boza niet. Ach, slechte paas. Op links. Jack Timmerman, die houdt in. Nou zou Silver hem graag willen hebben. Olsi.
Aoresti schiet vrijwel nooit in zo'n wedstrijd. Ja. En nu Boza en Aoresti zit erbij. Ja, Boza springt daar hoger dan iedereen dacht. Wat een prachtige druk eigenlijk. 58-54. Zeer boeiend gedeelte van de wedstrijd. De Italianen steeds die vier punten pakken. En dan moet Maccabi Tel Aviv iets terug doen. Zimmerman. Bryant. Brewer. Maserati. Wilde die lange paas geven op Riva. Riva pakt hem nu zo aan. En dan fout. Aroesti. Zimmerman. Perry. Kijk Riva. Zo. Maserati. Oh, wat een mooie bal. Op links, dan op rechts. En met tegeneffect gooit hij hem tegen het bord aan. Schitterende actie. 2,5 minuut nog. Italianen 4 punten voor. Israël balbezit. Zimmerman tegen Maserati. Oh, zo'n goede schutter. Dat zie je zelden. Maar Jack Zimmerman is er één. 2 punten verschil. Nou moet het antwoord toch komen van Maserati. Want die heeft zich even 2 keer laten inpakken door het Zimmerman. Brewer niet. Riva. De verdediging op Bryant is voorbeeldig werkelijk van Williams. Kijk. En nu krijgt hij toch de fout. Wallace Bryant heeft 1 keer gemist van de vrije voorwerplijn. 73-71. Vrij belangrijk, die moet erin. Goed. Oh, Brewer, daar zit hij nog bijna tussen. Zimmerman tegen Maserati. Oh. Zo'n goede schutter, dat zie je zelden. Maar Jack Zimmerman is er één. 2 punten verschil. Nou moet het antwoord toch komen van Maserati, want die heeft zich even 2 keer laten inpakken door het Zimmerman. Brewer niet. Riva. De verdediging op Bryant is voorbeeldig werkelijk van Williams. Kijk, en nu krijgt hij toch de fout. Wallace Bryant heeft 1 keer gemist van de vrije voorwerplijn. 73-71. Vrij belangrijk, die moet erin. Goed. Eenmaal Wallace Bryant. Oh, Brewer, daar zat hij nog bijna tussen en dan maakte hij nog snelheid ineens. En hij verstapt zich trouwens, de Amerikaan. Dat gebeurde even buiten uw beeld. Dijbeenblessure. Hij blijft er wel in. Williams. En dan komt de hele familie daar langs. En dan gaat Williams zelf. En dan gaat de fout naar Maserati. Persoonlijke fout. Maserati. Als Earl Williams nu scoort is het verschil tot 1 punt gereduceerd. Wat is dat dan? 73-74, 1 minuut en 39 seconden nog te spelen. Nu, kijken hoe Maserati nu de aanval gaat opzetten. Het is nog niet alles beslissend, maar het kan veel betekenen. Spelletje 1 wil hij. Dat betekent dat hij met de forward zal spelen. 1 man van de zijkant. Dan moet er een man oversteken. Daar, Bryant. Die gaat nu draaien. Kiest het schot en mist. Lassov, Zimmerman, Berkovic. Houdt in. Zimmerman. 74-73. Zimmerman, mis. Rebound. Bryant. Maserati niet. En balbezit voor de Italianen. 1 minuut precies. Maserati, 1 punt verschil. Voordeel van de Italianen. Boza, Bryant, Riva. Ja, de Italianen moeten nu. Kunnen die bal niet makkelijk kwijt. Brewer, nou moet Maserati die bal gaan halen. Dat doet hij niet. Riva gaat dan. Daar gaat nu Bryant. Draaien, keren in de lucht. Goed, 3 punten verschil. Wallace Bryant. En nu moet Maccabi Tel Aviv. Ze hebben nog 25 seconden. 76-73. Lassov, mis, fout, Lou Silver. Wedstrijd gespeeld. Een out-of-bounds situatie van de Italianen. 14 seconden nog.
De Italianen gaan deze wedstrijd winnen. Riva die loopt hem en dribbelt hem uit. En dat betekent dat we na een heel moeilijke start van dit toernooi toch een hele goede wedstrijd hebben gezien. Bosa mag vrije worpen gaan nemen, dat is zeker. Die vrije worpen worden weer niet genomen. De Italianen blijven in balbezit. Verliezen hem nu weliswaar. Dan moeten ze heel snel gaan scoren. Zodat de zesde wedstrijd van het toernooi een zeer goede wedstrijd is geworden. Cantu wint met 76-73 van Maccabi Tel Aviv. En eindelijk zit er vaart en zit er Sjeu in de strijd om de Jones Cup. U ziet de beste speler van het veld, Pierluigi Mazzorati. Het basketbal van woensdag zit erop. Morgen zijn we weer terug.